Kijk, tegenwoordig worden er heel veel filmpjes gemaakt en online gedeeld. Veel kinderen kijken op bijvoorbeeld YouTube naar van alles en nog wat. En we merken dat zelf ook, dat kinderen steeds meer naar YouTube-films kijken. Onze kinderrechtenfilms, die we samen met de kinderen hebben gemaakt, worden op ons kanaal steeds vaker bekeken. Maar de films van de andere kinderen zijn natuurlijk superleuk om naar te kijken. Check het maar eens. Ja! En wegwezen jij! Gaan we aan de conditie doen vandaag. Gaan keer de Apenstapen, de Zuiderbakkerlaan, de Hoge Enk, de Hertelstraat, de Kosterlaan naar de gymzaal. Iemand nog vragen? Ja. Maar waarom zo'n omweg? Ga je meteen spreken? 10 keer opdrukken! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en dan naar de gymzaal! Mama, papa, ik heb een 4 op mijn rapport. Mag ik nu laat opblijven? Een 4 is heel erg goed. We houden heel veel van je. Ja, natuurlijk, mijn lieve kind. Ga maar weer spelen. Random Parrot is fantastisch. Dag, lieverd. Dag, lieverd. Zo, ik zag jullie wel hoor bij die bedelende zwervers vanmiddag. Zo, hier met die oogkleppen. Leider, weet u zeker dat u uw dochter wil resetten? Ja, ik moet het goede voorbeeld stellen. Dan pak ik nu de resethelm. Ik wil jullie nog even wat laten zien. Kijk. Luister, niemand is gewond geraakt hoor. Dit is alleen even een groetje waar je flauw van valt als je het voor het eerst ruikt. Een meisje dat haar afkomst niet weet, dat vinden ze maar raar in de klas. Ik weet het niet. Weet je niet waar je vandaan komt? Weet je het echt niet? Waarom weet je zo weinig? Heb je broertjes of zusjes? Ben je geadopteerd? Hoe heet je ouders dan? Ik weet niet, oké? Ja, mag ik? Alright, stop. Omdat tegenwoordig op bijna alle smartphones een camera zit, is het opnemen van een film een stuk makkelijker geworden. Op YouTube staan heel veel clips van mensen die zomaar even wat leuks zagen en dat dan opnamen. Oh, vooral kattenfilmpjes staan daarom bekend. Je moet maar eens kijken. Natuurlijk om naar te kijken, maar tussen het maken van zo'n kattenfilmpje en een echte mini-movie voor ons filmfestival zit wel een groot verschil. Welke verschillen denk jij dat er zijn?